Goedemorgen Muziek 0318, het is weer zondag en zoals elke week houden we je ook vandaag weer op de hoogte van alles wat je moet weten rondom Muziek 0318. We trapten een paar weken geleden het seizoen al af met Youth Worship, maar vanavond is de eerste jeugdavond van dit seizoen. En dat betekent dat alle tieners vanavond welkom zijn vanaf 7 uur hier in de Basiliek. Wie er vanavond niet bij zijn, dat zijn de jongeren van The Bridge, onze eerste en tweede klasses van de middelbare school. Zij zijn namelijk op kamp in Maarsbergen. En een van de leidinggevenden daar is Anne Kuijsten. Anne, hoe is het daar? Hi Kevin! Hey! Het is echt super gezellig hier. We genieten heerlijk op het kamp. En hierachter zie je het springkussen. Daar maken de tieners zich ontzettend goed. Daar slapen we. Tadaa! Wat is nu eigenlijk het idee achter dit kamp? Het is natuurlijk een toffe start van het seizoen. Dat ten eerste, veel kennis maken met elkaar, de groep beter leren kennen. We hebben ook een deel van de groep die is hetzelfde gebleven, maar ook echt heel veel nieuwe tieners. Die uit groep 8 komen, nu op de middelbare zitten. Dus die komen erbij, we willen er helemaal welkom laten voelen in de groep. Dus veel lachen met elkaar. En natuurlijk ook onze band onderling en vooral ook met God versterken eigenlijk. Al helemaal in het begin van het seizoen. Ja. Beginnen we goed. Oké, jullie zijn daar het hele weekend. Dus jullie zijn vandaag ook niet hier bij Muziek 0318. Dat klopt. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Omdat we de toffe doopdienst missen. Wij hebben hier een eigen samenkomst. Gert Mollema komt met ons spreken. Dus daar gaan we zeker van genieten. Ja. En er is ook iemand, Nicole, die bij ons op kamp, club zit, sorry, niet op kamp. Maar die gaat zich laten dopen en die willen we echt succes wensen. Echt super tof, gaaf, ga ervoor en top, hé. Ja, ik hou je niet langer op. Heel veel plezier daar. Ja, zij zijn nu op kamp, maar Solid Friends, de 15 tot en met 17 jaar, gaan volgende week op kamp. Wil je daar nog meer informatie over, dan kun je vanavond terecht bij een van de jeugdleiders. Onze agenda dan. Over precies een week is er weer Kids Church, om 9 uur en om 11:30. Terwijl hier in de grote zaal ieder bewalder spreekt, kunnen onze kinderen terecht in de kleine zaal, waar speciaal voor hen en vooral met hen een kinderdienst wordt gehouden. En s'avonds om 7 uur kun je hier weer terecht voor Youth Worship met Hanne de Vries en Bent. Het belooft weer een fantastisch feest te worden die je zeker niet wilt missen. En vorige week was onze banenmarkt, de hart- en handenmarkt. We zijn ontzettend blij met alle aanmeldingen die we hebben binnengekregen. Heb je de banenmarkt gemist? We kunnen jouw hulp nog steeds goed gebruiken. Check de site muziek0318.nl/vacatures waar jij je met hart en handen kunt inzetten. En onze lefavonden, onze twee wekelijkse samenkomst op woensdagavond, zijn zoals je misschien hebt gemerkt nog niet van start gegaan. Maar goed nieuws, vanaf 5 oktober start ook daar weer een compleet nieuw seizoen van. Zet woensdag 5 oktober dus alvast in je agenda voor de lefavond. En vorige week werd het al even benoemd. 27 september houden we een bijzonder evenement in Muziek 0318. 24 uur van gebed en vasten. En vasten is een manier om aan God en onszelf te laten zien dat we onze relatie met Hem serieus nemen. En voor die 24 uur hebben we een rooster gemaakt waarop je de onderwerpen ziet. Hierbij kun je denken aan voorgangers, worship, zendelingen, vrijwilligers, youth, love to meet, de presentator van Muziek Nieuws enzovoort. Daar kan je op intekenen. Dit rooster gaat 24 uur door, dus dag en nacht. Vanaf 27 september om 6 uur zal At Home open zijn. Wanneer je in de gelegenheid bent, kom dan alleen of samen om te bidden. Op 28 september sluiten we deze gebed en vastentijd af in de grote zaal. Om je in te roosteren of voor meer informatie, check je onze website muziek0318.nl. Misschien is het je opgevallen. Paul Witteman was een paar weken geleden op bezoek bij Muziek 0318. Voor de opnames van zijn tv-programma Witteman ontdekt. Afgelopen dinsdag was Kees bij hem in de studio om zijn verhaal en dat van Muziek 0318 te doen. En bovenal de vraag van Witteman te beantwoorden. Maakt geloof nou echt gelukkig? Ja, en aan de lijn is Kees zelf. Goedemorgen, Kees. Hallo. Paul Witteman was bij ons om te zien of geloof gelukkig maakt. Dus, maakt geloof gelukkig?
Nou, mij wel. En ik denk heel veel mensen die nu kijken ook, die kunnen dat van harte onderstrepen. Geloof maakt ons gelukkig. Maar ja, of Paul Witteman gelukkiger is geworden, dat weet ik nog niet. Ja, en hoe belangrijk is het om dit te delen op de nationale televisie? Het is vooral een kans. Het is een kans om ons te laten zien, maar bovenal, wat nog veel belangrijker is natuurlijk, het is een kans om iets van het evangelie te laten zien. En aan heel Nederland op een zender die normaal zich niet inzet voor het evangelie. Dus dat is gewoon heel gaaf. Ja, Kees, en je was er ook niet alleen. Er was een hele club muziekers meegegaan, toch? Ja, joh, ik denk wel 20 of 24. Heel veel mensen van ons ministry team die waren mee om te bidden. Mensen die gewoon me wilden steunen. En bovenal Willy Koudijs. Want Willy was ook een van de gasten. Paul was ook met Willy meegegaan om ergens een tuin op te knappen. Het was een heel leuke dag hebben ze gehad. En daar had hij ook wat vragen over waarom doen jullie dat? Waarom willen jullie de gemeente dienen en zo? Dus Willy deed het ook fantastisch. Wordt gaaf. En wat was jouw gevoel nou na afloop van het gesprek? Wow, ik vond het heel moeilijk. Ik heb nog urenlang zitten denken. Oh, ik had het zo moeten zeggen. Ik had het beter met dit zo en dit. Nou ja, weet je, dat gevoel. Altijd het gevoel van, ik had het beter moeten doen. Maar uiteindelijk moet je dat loslaten. Het is gegaan zoals het gegaan is. En ik krijg van allerlei kanten steun van mensen die er waren. Die zeggen, joh, nee, het is echt fantastisch. En Willy deed het geweldig. En ook ik krijg complimenten. Dus ik denk dat het oké was. Maar je zit heel vaak nog, zoiets van, oh, heb ik het evangelie recht gedaan? Heb ik de kerk recht gedaan? Heb ik God recht gedaan? Maar uiteindelijk moet je dat gewoon maar loslaten. Want ja, het is gegaan zoals het gegaan is. Het was heel spannend. Ja, ja, we gaan het zien. Wanneer is de uitzending? De uitzending is 9 december, NPO 2, om 9:10 s'avonds. We gaan kijken. Dankjewel Kees voor dit gesprek. En tot zover ook dit muzieknieuws van zondag 18 september 2016. Heb je vragen of wil je de agenda nog eens op je gemak teruglezen? Kijk dan op muziek018.nl. Uiteraard blijf je dagelijks op de hoogte via onze social media, Facebook, Instagram en Twitter. De doopdienst van vandaag vind je vanmiddag direct na de dienst terug op ons YouTube-kanaal. muziek018.nl/YouTube. Wij zijn er volgende week weer en we wensen je een fijne dienst.